Eens even kijken. Eens even kijken. Ik ga eens kijken. Kijk eens hoe mooi deze auto is. Hij is gaaf. Oh. Ik zie wat staan een beetje hier in mijn hoekjes daar. Hier. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag, ja. 12 december 2022. En het is nu 10:50 in de middag. Ja, en zoals jullie zien, loop ik lekker buiten. Dat klopt. Maar ik loop niet alleen, nee. Want deze drie lieve schatten bij me. Ja. Mevrouw Tweekleuroog. Ja. Dan heb ik die dame daar, mijn grote vriendin. En dan de kleinste vriendin. Hè? En deze kennen we al helemaal vanaf puppy. Hello, Flea, vanaf puppy hè, kennen we jou al, hè? Ja. En deze die zit al 3 jaar weer bij ons. En deze zit al veel langer bij mij, hè? Hè? Mijn grote kleine pup, hè? Ja, dat ben jij. Dus ja. Ik zou zeggen, gewoon heel veel kijkplezier vandaag. Zo, we gaan weer eens even kijken. Ja. Eens even kijken. Ik ga eens kijken. Oh, weinig. Nee, er is niks er voor mij. Nee, helemaal niks. Helemaal, hè? Saucijs, brood. 2 stuks. Voor 2,50. Wat heb ik dan? Nou, volle melk, biologisch. En van Arla. Arla is dat? Een euro. Eurootje. Ja, een eurootje. Laat maar zitten. Ja, erg hè? Weet je dat? En nou, weet je dat? Er zit toch niks in voor een CEO, echt niet. Waarom, joh? Het kerst. Dat is toch handig? Wist je dat nog niet? Voor? Hè? 50 cent. 50 cent. Ja, nou is toch, dat is, en dat is dan niet duur. Die voor 1,50. Ja, nou is toch handig. Is toch leuk? Ja, is toch grappig? Ah, oh, nou, dat had je net. Eurootje. Een doeboek, ja. Een doeboek. Nou, die, en die is al het land uit, hoor. Ja, dat weet ik. Die is al het land uit. Ik kom nu voor volgend jaar. 50 cent. Ja. Die is alweer het land uit, joh. Dat geeft niet. Nou, een doekboek. Ja. En voor je ouders? Ja. Wat denk je? Nee. En de mensen vinden ze dit heel leuk. Ja. Ja. Ja, het gewoon. Nou, ik niet. Ja, en voor mijn moeder zeker. Sorry, man. Voordat je moeder de mens wordt, kan ze dit vastmaken. Ja, echt. Zal ik er gewoon een grapje uithalen? Moet ik even inpakken. Dit is humor. Oh, sorry, man. Ik krijg gewoon nog een leuk cadeautje. Een beetje achteraf. Voor 50 cent. Nou, joepere poppie. Kan ook nog. Ja, maar de koek ook denk ik. 4 euro. 4 euro in een reet. 50 cent voor dit. Kijk, laat zien. 4 euro. Nou, die is leeg. Dan moet je wel even de goede laten zien, schat. Even de goede zak. 4 euro voor dat, ja. Dit. En dat 50 cent voor. Ja. Nou, dag. En daar moet je al niet eens meer naar kijken, schat. Kom. Schatje. 50 cent voor een kleurvanger. Ja, dag. Boven hebben ze die ook. Kom. Het is leuk, maar niet iedere keer alles. Hè? Ja, gratis. En daar zit toch niks in. Veel.
Ja, scheelt heel veel, ja, inderdaad. Hebben ze mijn kaarsjes? Is dat nou weer voor kaarsjes dan? Wat is dit nou weer dan? Mop, kijk hier. Dan hebben we weer wat nieuws. Ja, maar hier staat mozzarella en chiliolie. Maar die hebben ze niet eens meer. Dus wat is dit dan? Kijk, dit is dus wat ik zie. Hè? Dit. Ja, maar deze hebben ze dus niet meer. Deze. Jammer. Ze hebben wel deze. Maar wat dat is, weet ik niet. Ja joh, kleur het daar niet. Helemaal goud. Ja, maar ik weet niet wat het is, schat. Dus... Mozzarella. Ja, ik wou eigenlijk mozzarella en chiliolie. Maar die hebben ze niet. Nee, dat, en dat ga ik dus niet doen, schat. Kom aan. Nee. Dat ga ik dus lekker niet doen, .nl. Nee. Ja, ik wel. Wat hebben ze hier allemaal weer? Yoghurtmandarijn. Yoghurtmandarijn, oké. Okay. Dat is een nieuwe. Die wil ik wel proeven. En dan moet ik die andere even wegkleuren. Die hoeft echt nog voor mij. Schat! Waar is die? Waar is die nou weer? Die hangen we daar naartoe. Gaat hij helemaal er omheen lopen? Ja, dat is handig. Kijk. Ja? Die ga ik proberen. Kom op. Even wachten. Ik riep je al. Kijk eens hoe mooi deze auto is. Hij is gaaf. Oh. Nee, die is niet mooi. Deze is wel mooi. Deze Porsche. Panamera. Ja, die is gaaf. Is heel gaaf. Maar de lucht is ook gaaf. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien op camera, maar maakt niet uit. Kan helemaal niet kwaad. Nee. Maar ja, de boodschappen zijn weer binnen. Ja. En daarbij, we kregen wat om onze oren. Ja, dat is ook leuk. Dat is ook handig, toch? Iets te horen krijgen. En wat kregen wij te horen? Nou, dat jij ruzie had. Met? Met mij. Even iets hadden praten, schat. Met mij had jij ruzie. Oh, is het zo? Ik wist het niet, van jou had ruzie. Ja, nou dat wist ik dus ook niet. Maar dat wist ik dus ook niet. Ik had geen ruzie met jou, maar jij wel met mij. Ja, blijkbaar, maar dat hadden we dus niet. Want ik ben gewoon verdrietig. Zoals jullie weten, nog steeds over mijn buurvrouwtje en over haar kleinzoon. En dan, krijg je in één keer te horen van, ik hoor je en door de hele Jumbo heen. En want je bruisje met je vent en doet dat maar eens thuis. Ik weet niet waar je het over hebt, maar ik heb helemaal geen ruzie met mij gewend. Totally not. Helemaal niet. Dus ja. Dus, maar ik kreeg ook al een knuffel van een Jumbo medewerkster. Dus dankjewel daarvoor, meisje. Shoutout naar jou. Echt. Tegen de richtingen inrijden, wist jij dat nog niet? Kijk, en nou mag het. Hij moet gewoon nog even naar de appie, joh. Dus ja, even de spullen in de auto knallen. Weet je waar ik al de hele tijd naartoe wil? Dat is Scheveningen, gewoon even richting zee. Dat is waar wel de hele tijd wat ik wil. Nou, Rodi wil slapen, dus ik denk dat ik dat soms ook even ga doen. Ik weet niet helemaal zeker of ik dat ga doen, maar dat is wel mijn planning eigenlijk. Ik knal jullie gewoon even aan, hè? Geef me mijn boodschapjes. Yes, dat is één. Kijk, lekker voor en voor de feestdagen. Yes. Kijk, en deze, die hadden jullie al gezien, wat ik die heb gekocht. En dat ook weer lekker voor de feestdagen. Lekker. Yep, helemaal goed. Kijk, ik ben weer van op deze dingen. Lekker goedkoop eigenlijk. Huh? En we deze nog voor de feestdagen. Toch wel een beetje feest vieren. En dit is duur. Ja, ik weet het. Maar dit. Ja. Dus dat. Ja. En dat is voor jou. Jij gaat naar huis. Ja. Slappen. Ja. Hoe laat zou ik je eventueel wakker bellen? Even denken. 9:00. Is goed. Doe ik dat.
Ga ik jou om een uur of 9 wakker bellen. Oh, schat. Oh, weer erg. Oh, nee hoor. Zo, top. Ja, even mijn jas uit. En ik zie jullie zo. Ja, ik zie jullie zo wel. Ja. Hi. Je hebt last van je ogen volgens mij. Ja, een beetje. Nou, ik zie wat staan een beetje hier in mijn hokjes daar. Met, hier. Met bolletjes dan. Ah, met bolletjes. Ja, ik zie het. Leuk. Ja, hallo. Met elkaar spelen. Ja. Ik krijg het strikje niet los. Dat is wel jammer. Maar je had dus wat besteld of zo volgens mij. Ja, een kerstpakket had ik voor mezelf besteld. Oh, een kerstpakket voor jezelf. Oké. Okay. Ja, nou, ik krijg maar het kerstpakket. Hè. Ik zou zeggen, pak het even uit. Doe het anders even op je schoot, dat ik even iets meer kan zien. Wat? Dan kan ik er niet bij. Natuurlijk wel. En anders even op mijn schoot, ook prima. En anders op de grond of zo, weet ik het. Geen idee. Je hebt het niet doen. En anders even kijken. Wacht. Even wachten. Gaat wel. Nee, anders is het een rotfilm voor mij. Hartstikke mooi. Nee, kijk hier. Schat. Alsjeblieft, ja. Kijk hier. Ja. Zo, kijk, wist ja. Beter. De hypotheker. Nee, geen hypotheker daar. Oeh, spannend! Oeh, pakket. Dat is een pakketje. Oh. Een Google, oh nee. Een Godox. Oké. Spannend, spannend. Dat is voor als je starter bent. Dan mag je niet rijden, dan ga ik jou voorttrekken in je wagen. Oh. Dan kan je niet hard rijden. Precies dat. Jammer, joh. Dit
Het is of even iemand te helpen die geen batterij meer heeft in zijn auto, zeg maar. Verleeg is, weet je wel. Ja, oké. Okay. Even de accu even weer een beetje bij... Jumperkabels, weet je dat ding? Startkabels. Ja, startkabels, ja. Handig in de auto. Ja. Altijd willen hebben. Nu heb ik ze eigenlijk. Vorige keer was er iemand op de zaak, die had een leenauto. Ja. Met de licht aan laten staan. Ja. Dus die servicemonteur komt. Nou, nee, dat is niet onze auto, dat is een leenauto. Dat doen we niet. Ja. Dus stond hij daar. Tegen 11 uur 's avonds. Ja. Nou, gaat nog maar even iemand bellen. Nou, gelukkig had een collega, die kwam net voor de aflos. Uh-huh. Die had startkabels bij zich, anders had hij dat morgen op daar moeten staan. Ja, ik moet het ook eigenlijk hebben en voor in mijn auto. Dat is altijd wel handiger, zeg maar. En deze Godox. Ja. Wil je dat nu openmaken of morgen en bij daglicht? Ik ga het nu even openmaken, kijk wat erin zit. Ja. En dan morgen beter en bij daglicht zeker, of wat? Nu even, meteen even kijken. Oh. Ja, maar zo. Mag ik een stukje naar voren? Van want mij ik, wel. Ja, maar ik zit tegenwoordig met deze stoel continu tegen deze statief aan te hangen. Zo. Vind ik een beetje kak. Hey, Google, lampen. Dat is jou, ja. Om ze eventjes lekker uit te pakken. Hè. Ik heb Rauw eventjes namelijk eventjes nu eventjes even net even zijn mond gesnoerd, even voor jullie. Ja, want zoals jullie weten heb ik dus Google en Rodi wat aan dat mooie apparaat vragen. Maar ik weet ook dat heel veel mensen het apparaat ook in huis hebben. Dus dan worden jullie er helemaal gek van, dus dat gaan we niet doen. Maar Rodi gaat dat uitpakken. Ja, is leuk. Oeh, spannend. Oh. Even kijken. En dan wordt hij nog groter. Oeh. Ik vind het raar, want er zit geen blauw bij. Ofwel, er zit wel blauw bij, er zit maar één. Ik vind het een mooie reflector. Ja, dat kan wel toch? Goed, ja, dat, en dat zie ik allemaal niet, schat. Nee, oké. Okay. En natuurlijk ook de gouden variant erin. Ja, die hebben ze inderdaad al gezien. Ja. Een beetje wel meewerken. Een lady ligt lekker hier. Ja, meisje. Ja. Ja, dit is ook een soortje, zeg maar. Ja. Oh ja, en er wil ook nog iemand zo'n dingetje hebben. Dit. Ja, nou niet, niet voor mij. Ja, jammer hè. Even kijken. Moet ik helpen? Even hier. Net even eruit. Zo. Ja. Nog dicht ritselen. Als je ergens bent, ik weet niet of je het goed kan zien, moet even zelf kijken. Dan word je iets beter uitgelicht, zeg maar. Met daglicht werkt het beter. Nee. Ja, zo. Beetje schuiner. Nee, andere kant op. Ja, beter. Het geeft net iets mooier effect. Het zit ook wit. Dan wordt het het lampje. Nee. Het is iets mooiere kleur, zeg maar. Mm-hmm. Yes. Dus ben je er blij mee? Denk ik wel. Met je aankopen? Ja. Dat ik ben hem iets groter gewend, maar deze is lekker compact. Mm-hmm. Nou, en hoe doe je hem weer... In elkaar, vreubelen. Vreubelen nog wel. Ja. Mag ik lachen? Ik lach tenminste even nu. Normaal met elkaar vreubeld te kunnen worden. Mag ik proberen dat jij mij filmt? Is ook ja, leuk. Dat is goed.
Meen je? Niet breken hoor. Ga me helemaal even nieuwsgierig maken, lullo. Nee, mag ik hierin? Hè? Zo groot moet je zijn. Ja, dat weet ik. Alsjeblieft. Niet doen, op die manier. Een heleboel mensen hebben daar problemen mee als ze dat de eerste keer moeten doen. Maar deze is een beetje weerbaarder. Ik heb daar geen problemen mee, maar ik heb het gewoon expres gevraagd. Maar jij gaat mij dan helemaal zenuwachtig maken. Daar kan ik niet tegen. Ik weet hoe het moet. Want dit heb ik ook zo vaak en bij Henk Ros gedaan. Maar, en die vond ook in het begin leuk, maar dat heb ik hem ook op zijn flikken leuk begrepen. Je moet mij niet gaan uitlachen of, ja, maar zo klein moet hij worden. Dat moet je helemaal niet gaan doen bij mij. Nou ja, ik laat het jou wel even lekker doen, want ik krijg pijn in mijn handen. Waar zit jij nou weer op mijn knoppen en te drukken? Zo, dank u. Doe dat nog eens een keer. Ik zag hem net even niet zo snel. Oké, top. Ja, want ik heb het al koud en dan wil ik het proberen. Daar is ik al en ik kan het wel, alleen... Ja, ik ben hem iets groter gewend, dus wat makkelijker vouwen. Een lekker compact tasje. Hier naar binnen. Zo. Met enkeltje eruit. Jee! Dat is mooi, dat je er blij mee bent. Dat is fijn. Dat is fijn, dat je er blij mee bent. Goed zo. Kijk, deze drie is liggen. Hi, meisje. Kijk, deze twee hier. Oeh. Kijk, zo lief. Daar ligt Lady en hier hebben we Draki. Hi, schat. Hi. Kom je ook even in beeld. Nee, je bent ook lief. Ja, je bent lief. Lady is ook lief, hè, Leed? Ja, hè, schat. Ga dan lekker bij Lady liggen dan. Moet je ook even aandacht weer, hè? Ja, moet je ook even aandacht. Dat is goed, schat. Nee, ja, vind ik het op. Zo. Lady ligt lekker daar, hè? Als mijn koningin. Kom hier. Kom liggen. Kom liggen dan. Wat ze? En net als je zus lig je erbij, hè? Ja. Ja. Oh, wat ben je toch lief. Oh, wat zijn jullie toch lief. Ja. Wat zijn jullie lief, hm? Ja, echt wel. Ga erbij zitten. Hé. Hey. Hm? Ga af. Ga liggen dan, gekkie dik. Gekkie dikkie. Gekke dikkie. Oeh, wat heb jij daar? Oeh. Oeh, wat heb jij daar? Ja. Oeh, wat heb jij daar? Oeh. Dan. Ja, ik ben lief. Ja, helemaal goud. Ja. Ik ga naar bed. Ik ga lekker slapen. Ja. Ik ga lekker slapen, ja. Ik ga lekker wel. Ja, Ik lekker wel. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom eens hier dan. Kom hier.
Zo. Nee, zitten. Zitten. Hey. Zitten. Dus, vonden jullie dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer, doe het duimpje omhoog, doe het belletje aan en reageer even. En dan gaan we zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!